Welkom weer bij een nieuwe Rieberby. Ja, de avond valt al. Ik heb een rustige dag vandaag gehad na 5 intensieve dagen werken. Gisteren naar Tour de Jour. Dus ik heb lekker een dagje vloer is lava gehouden. En wat betekent dat? Trainingsbroekje op de bank. En waar het leek dat een saaie etappe werd, was het de meest indrukwekkende etappe van allemaal die we tot nu toe hebben gehad. Want oh jee. Ja, wat een bizarre valpartij van Cavendish. En dat, ja, Cavendish hebben we al veel vaker hebben we hem zo bezig gezien. Ja, het gaat natuurlijk om de elleboog. Is er nou een elleboog gebruikt? Kijk, hier wordt al goed in beeld gebracht dat Cavendish eigenlijk al valt voordat deze elleboog in beeld komt. Ja, het is lastig. Wat in ieder geval ook wel duidelijk is. Kijk, daar komt Demar naar links, hier zo, die bijna Buhani. Daar is niks mee aan de hand, wat ik echt bizar vind. Het is echt een beslissing. Ja, we zeggen altijd over de jury van ze durven niks, ze willen niks. Ze zetten nou de man van dit peloton zetten ze nou gewoon uit de Tour. Ik vind het echt een beslissing. Ja, ik vind het lastig. In het begin dacht ik echt van Sagan zit echt fout. Maar als je de beelden gewoon 20 keer terugziet, dan twijfel ik toch wel enorm erover. Maar Sagan die doet dit vaker, zoals al gezegd. Let op Sagan, hieronder in beeld. Van Tomme die zit hier zo aan de linkerkant. Let op, huppatee. Hij geeft een schouderduw. Ik heb gisteren de etappe heb ik ook nog even terug zitten kijken. En ook daar gaf hij een schouderduw. Sagan doet dit echt vaker. Maar dan hebben we het alleen maar over Sagan. Er zijn zoveel sprinters die het zo vaak doen. En ja, ik heb ook wel eens in een sprint gezeten. Er wordt heel vaak wordt er een duw gegeven. Sprinten is eigenlijk iets voor maloten. Er gebeurt van alles, gebeurt er altijd in die laatste kilometers. En nu hangen zoveel camera's, we zien het eindelijk. Als dit bij een onbekende koers was geweest, dan hadden we het niet eens gezien. Hadden we het niet eens over gediscussieerd. Maar nu in de Tour, omdat zoveel mensen het gezien hebben, ja, de jury wordt onder druk gezet om zo'n beslissing te nemen. En dan nemen ze nu zo'n abrupte beslissing. Ja, ik kan er echt naar blijven kijken. Wat in ieder geval wel opvalt, kijk. Hij gaat naar rechts, Sagan. Cavendish. Het gat wordt helemaal dichtgegooid. Ja, Demar die ook een smerige streek uithaalt. Het is in ieder geval een toerdag om niet snel te vergeten. Hier gaan we het nog echt dagen waarschijnlijk over hebben. Dit was deze Rieberby van vandaag. Ja, soms zijn ze ook iets korter. Ik heb ook nog wel andere dingen te doen. Maar morgen, dan zijn we er weer. Dan hebben we dus die schitterende beklimming. Eindelijk gaan we de berg in. En om te tippen, ik verwacht eigenlijk dat we morgen Froome gaan zien. Ik verwacht dat Froome morgen de overwinning gaat pakken. Ik zie jullie morgen. Tot de volgende Rieberby.